Hoi mensen, Tom Schepen hier weer met vandaag een nieuwe Minecraft Let's Play. Ik zet even het geluid wat zachter. Officieel gedeeltelijk. Maar ja, wat ik vandaag wil gaan doen. Ik wil verder met een tweede verdieping uit mijn huis. Wil ik maar verder gaan. En als je het opvalt, de dieren zijn mijn huis uit. Klopt, ze zitten hierachter op dit moment. Ja. Maar ik is weer gaan slapen. En wat ik nog meer wil gaan doen, ik wil een tree farm maken, omdat het handig is om wat hout, om wat boombeer in de buurt te hebben. Dan wil ik weer naar het bos lopen, nou, ook een beetje leeg uit te zien. Dat is lelijk, vind ik tenminste. Even kijken of er mobs zijn. En je ziet hier, ze gaan er gewoon in. En, nee, ik had nog geen varkens. Ik dacht eerst dat ik varkens had, maar ja. Is blijkbaar niet zo. En ik wil, denk ik misschien nog even wat, mining gaan doen. En ik heb een texture pack. En het is Coterie Craft. En ik heb geen idee of dit voor wie het is. Nee, dat is niet jammer. Ik moet even nakijken hoe het eruit ziet dan. Ik kan ook even kijken naar too many items hoor. Even zien waar er zit dat. Ik heb geen flauw idee, dus laat maar. En je ziet mijn inventory is nogal leeg, omdat ik eventjes een... Ziet, ik ga er even een axe maken. En mijn armen zitten helemaal heel. Dat is nice. En dan gaan we een tree farm maken. En ik heb nog geen idee waar, maar ja, dat zien we zo wel. Dus eerst even wat ik wat kan eten. Even zien, heb ik saplings? Die heb ik. Heb ik bone meal? Nee, heb ik niet. Ik maak eerst even een axe. Zo dan. En dan ga ik eerst wat bomen omhakken. Zodat er gelijk saplings uitvallen. Want ik heb geen zin om gewoon alleen saplings kapot te maken. Heb ik ook gelijk hout. Dus dat is wel nice. Oh ja, mijn achievements zijn weer gereset. Ik weet het. Dat is nog weer irritant. En ik heb net iets opgenomen over de nieuwe Minecraft 1.3. Die nu nog niet uit is. Omdat ik het deze let's play opneem. Omdat ik alvast van de volgende dingen wil opnemen in 12W26A. Dat leek me nog wel handig. Oké, nou eens even wachten. Oh, ik had mijn nieuwe. Niet te handig. Maar ja. Maakt niet zoveel uit, want je kunt nu ze repareren. Kan ik wel even doen. Zo. En ik vind het zelf, vind ik echt best een mooi texture pack. Als jullie het niet vinden, moet je even in de comments zeggen wat ik wel moet gebruiken. Ik ga niet met texture pack zoals Swag spelen. Want op mijn mening is, ik vind Swax echt helemaal niet mooi en het ook super zwaar. Maar ja, maar dat is gewoon mijn mening. Ik heb hier niks over te zeggen. En ik vind dit gewoon een super mooi texture pack. En ja, daar blijft het bij. En misschien heb ik zei een keer een paar vrienden van mij, ga met je eigen texture pack spelen. Ik heb een texture pack, maar die is gewoon heel lelijk. Ik ga ook de naam er niet van zeggen. Want hij is gewoon lelijk. Even die dingen weer open. Maar die glitchen nog steeds als een gek. En na als ze 1.3 is uitgekomen. Dan is het kans groot dat de eerste anderhalve week. Dat ik dan filmpjes upload. Dat die gewoon nog in 1.5 zijn opgenomen. Omdat meestal Optifine en andere mods pas na 2 weken of anderhalve week uitkomen. Yes! Zo dan. Maar ja, 200 wood heb ik. Ik heb gewoon een paar saplings erbij gekregen. Zitten er nog wat saplings? Het is Optifine, by the way. Ik kan inzoomen. En ja, stone. Want ik wil echt een beetje een mooie hebben. Met dit misschien bij. Dus ga ik eventjes stone hakken. Het is lelijk, ik moet een keer opvullen, ik weet het. En de vorige episode liep ik ook langs een, in die versnelling langs een cave. Die wil ik ook nog een keer ingaan.
Dat ga ik misschien volgende episode doen. En ik wil ook een beetje plannen maken voor echt een groot huis. Dat ik een keer. Dit is gewoon een tijdelijk huis. Dat ik echt een keer echt een enorm huis ergens ga bouwen. En zodat jullie op dit moment niks zien. Ik weet, ik heb geen tofjes bij me. Dus dat is heel even jammer. Maar ja. Wat mijn idee is over een paar episodes, is gewoon om een enorm huis te maken. Een beetje in Romeinse stijl. Dat vind ik wel nice. Van sommige mensen die mij kennen van een server genaamd Kaaskraft, die hebben mijn huis vast wel gezien. En zo'n soort huis ga ik bouwen. En dan nog veel groter. Of ik ga gewoon in een cave wonen. En dat is Evo's Lab. En dat is echt iemand die echt heel awesome is. Maar ja. En ik wil nu een beetje gaan doen. Alles. Ik filmen en dan gelijk een dag later op dezelfde dag uploaden. Want ik heb heel vaak gewoon twee episodes achter elkaar opgenomen. Dat doe ik nog steeds, vind ik leuk. Maar ja. En dan upload ik het meestal pas een week later. Maar nu was het echt dat die episode 7 en 8 heb ik opgenomen op 27 april. En die tijd heb ik helemaal geen ander opgenomen. Dus nu even kijken. 28 mei. Juni. Sorry. Dus ik heb gewoon een 2 maanden oude Let's Play geüpload. En dat is een beetje saai, vind ik. En nu wil ik er ook sowieso 2,5, nee, 5 uploaden per. Nee. 7 uploaden per 3 weken. Dat wil ik echt halen. Proberen. En hopelijk lukt het. En ik wil 1,5 stekken stone hebben, lijkt mij. Mooi getal. Dus ja, ik knip het stukje nu even tussenuit tot ik er zoveel heb. En dan ben ik zo terug. En ik blijf gewoon verder op opnemen. Ik heb geen zin om te pauzeren. Nee, weet je wat? Ik ga gewoon verder praten, want ik heb het al bijna. Dus ja. Ik heb geen idee om wat te zeggen. Oh ja, en als je misschien hebt opgevallen van mensen die volgen mijn Minecraft Animation Tutorials. Ja, ik heb goede. Die zijn een beetje stilgelegd. Ik heb ook een reden voor. Mijn beeldscherm is kapot. Mijn goede HD-beeldscherm. Ik speel ook op een stuk kleiner beeldscherm. Vandaar dat je nu ook niet bij FPS en zo ziet als ik F3 indruk. Dat ik helemaal moet bijsnijden. Wat nog vervelend is. Ja, niet erg. Ik probeer een nieuw te zoeken. En ook ga ik een computer te upgraden. Meer gig geheugen en zo. Maar ja, niet intern geheugen bedoel ik dan. Dus niet harde schijf. Als je verstand hebt van computer van Google. Het is nog. Maar ik ga eventjes, ja, drift van in maken. En ik wil hier nog een tweede verdieping op. En ik wil ook. Ja, hoe wil ik mijn huis gaan bouwen? Ik heb geen flauw idee. En ik ga hier mijn tree farm doen. Dit ziet er mooi vlak uit al. En ik vind deze seeds heel erg op cocoa beans lijken in de nieuwe Minecraft. Dat is vanaf 12W 17 naar is, dacht ik. Ah, schiet zo op het glas. En als jullie het vast hebben gemerkt, ik heb de 100 subscribers bereikt. Vind ik wel nice, maar nee, best wel weinig vind ik. Het moet er veel meer worden. Hoe ga ik dit doen? Ik denk zo. En dan zo. En even denken hoe ik de bomen wil planten. Oh. Groeien ze nu? Friday. Dan check ik wel even singleplayer nu. Ik ben zo terug. En ik heb gecheckt en het kan gewoon. Maar ik ga wel wat licht tussen plaatsen. Geen idee wat voor licht. Even kijken. 1, 2, zo. Ik denk gewoon pumpkins. Ik kan ook gelijk een pumpkin farm maken. Maar dat laat ik hier over aan een van de volgende episodes. Omdat ik niet gelijk heel veel wil doen in één episode.
Weet je wat, ik ga gewoon twee episodes achter elkaar opnemen. Ik heb gewoon zin om even wat op te nemen. Omdat het leuk is. En zo dan. Ai, eten. Ja, het is wel handig als ik even ga ik een farm maken. Want ik heb maar 3 pumpkins. En dan doe ik de belichting wat een andere keer. Dan ga ik gewoon nu de farm zelf afmaken. De lichting laat ik dat ook de andere keer. Zei ik al een keer net. Heb ik een hoe? Ik heb geen hoe. Dan maak ik geen. Stone, nee. Maak gewoon een woede. Dat heb ik. Zo. En een bucket. En die heb ik ook niet. Ik heb echt niks. Ik heb best wel weinig resources. En het wordt nacht alweer. En ik ben ongeveer al 12 minuten aan het opnemen. Denk ik. En ik ga ongeveer... ja, ik ga gewoon 20 doen. Waarom doet het binnen? Ja, dat is wel handiger. Gewoon binnen eventjes doen, duidelijk. Gewoon, hup. Of vind je mijn sexy skin? Ah, dat werkt niet. Dat is nou jammer. Wat zou ik doen? Ik wil eventjes wat seeds maken. Hey, ze gaan zelf texture. Oké, dan. En ik moet echt boommeel hebben. Ik moet echt boommeel. Heb ik? Oh, ik heb geen eens armor. Dacht al. Dan maak ik het wel even. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan denk ik toch dat we nu eventjes die cave in gaan. En dat we dus niet een tweede flipping gaan maken. Dat ik over aan de volgende episode. Episode 10 alweer. Eigenlijk is episode... Denken. Dit is episode 5 van deze wereld. Dus laat ik eigenlijk episode 6 over. Dan gaan we nu even op jacht. Ik heb geen zo'n bow, denk ik. Ah. Daar is zo'n malle jongen. Oh, meer. Meerdere malle jongens. Zo dan. Creeper, ja, kan wel. Ik heb ook gelijk TNT nodig, denk ik, een keer. Zo handig om TNT te hebben. En ik mis echt een knockback enchant. Daar ben ik echt heel erg mee met een knockback. Oh! Oh my god. Music disc. Music disc. Dat gebeurt echt zomaar per ongeluk. Yes! Wow. Eerst, ik noem deze episode de onverwacht... Nee. Music disc. Of zoiets. Ah, echt nice. Oh, er zijn nog te veel koeien, hè? Echt te veel. Oh! Meer pumpkins, nice. En ik moet nog steeds een squid hebben. Ah, oh, serieus. Oh, oh. 35. Oh, ik had echt niet verwacht over die music disc. Ik ging er helemaal niet voor. Gebeurde gewoon. Ik moet een bow hebben. Nee. Oké, dat was wel eens een knockback. Oh. Nee. Oké, gelukkig. Wat is het water? Ja, ik ga gewoon. Oh, creeper. Dat is echt leuk toeval was dat. Oh, crap. Oh, helemaal geen damage. Anderhalf hart. En ik denk dat ik in een van de, nou, episode 12 of zo, een keer wat ga beginnen aan enchanting. En rond episode 15 naar de nether ga. En de end. Ja, dat. Ik weet dat heel veel mensen willen dat ik er naartoe ga. Maar persoonlijk zelf vind ik de end eigenlijk niet zo super leuk. Maar ja. Wat ik zelf echt het leukste nieuwe ding vind van de... Van toen, van 1.8, toen, heel lang geleden, 8 maanden geleden al, waren, nee, dat is meer geleden, 8 maanden, 9 maanden,
Maar de Abandoned Mineshaft, want die zijn echt gewoon nice. Oh wacht, de End kwam in 1.0. Of niet? Geen flauw idee, maar ja. Who cares? En een Deep Creeper nog even. Nee! Yes. Zo dan. Oeh, ziet er stoer uit. Hebben een coole skin. Oh, is het boomiel? Dat is wel een hele enge boomiel. Ah, ik laat wel eventjes die andere. Geef eens eventjes mijn bed in. En slapen tot het morgen wordt. En als jullie willen, kan ik misschien de mod Insomnia installeren. Gaan alles gaat gewoon s'nachts door. Maar ja, het slapen duurt dan ook weer 30 seconden. En dat is nogal irritant. Ik vind dit fijner. Dat hij gewoon met 10, nee, 5 seconden slaap. Dat dan bij is. Kwakspie. Nee! Gaf me geen XP. Ik heb heel veel damage gedaan. Waar ben je? Waar ben je? Kooien, kooien. Ik hoor je. Oh, hier was die in. Wat doet die dan alweer? Oeh, creeper. Misschien is het wel handig als ik hier een boog ga maken. Ja, dat is gewoon wel handig, maar ja. Als jullie het graag willen dat ik een boog ga maken en niet meer met zwoord ga vechten, dan moet jullie het zeggen. En ik wil dus wat ik net bij het begin zei van over die 1.3 patch. Als het kan, wil ik wel zo snel mogelijk met 1.3 spelen. Gewoon. Het hoeft niet per se die furniture mod eruit, dus aan in te zitten dan. Oh, bluh. Furniture mod hoeft niet per se dan gelijk al af te zijn voor 1.3. Als Optifine gewoon is, dan vind ik het nice. Want ik wil. Ik heb graphics meestal op fast staan en dan heb ik Spirits wel op fancy. Dat ziet er gewoon nice uit. En ik heb het nodig als ik in de nether ga, dan lag ik meestal enorm door al dat lava dat beweegt. Dus zo dan. Dat lijkt me genoeg. Zeker genoeg. En heb ik toortjes bij me? Ik kan wel maken. Nee, ik heb de kool teruggelegd. Dat is nou jammer. Ik dacht heel even dat ik die kool nog had. Van, wacht, daar ligt kool. Geen zin om teruggelopen. Want kan ik gelijk jack-o'-lanterns maken. En dan word ik een beetje opgelicht tegen mobs. Zo. En over de textpack nog gesproken, wat ik in het begin zei. Dit is een code tree craft. Ik zal een download link doen in de descriptie. Als ik het niet vergeet, hoop ik dus niet. Nee, ik weet het niet. Maar als je wilt ook een ander textpack gaan spelen, zeg het dan even. Ik weet dat best veel mensen ook Defiant, dat ik dus in mijn episode 4 meespeelde, nice vinden. En ook Fateful. Alleen dat zijn Defiant, dat is best wel zwaar. Om nog normaal te recorden in 50 FPS. Even kijken. Ja, ik heb nu 50 FPS in mijn recording. En ik vind 30 FPS spelen niet bepaald nice om te doen. Dat vind ik niet spelen, dus ja. Maar als je het echt graag wil, dan kan ik het wel doen. Dan zou ik gewoon met die zware testpack spelen. Maar onthoud, ga nooit met swag spelen. Ik heb een tijdje gespeeld, maar ik vind het gewoon geen mooi testpack. Of zoiets als photorealism. Het is wel mooi, maar ja, ik weet niet echt of het leuk is voor Let's Play. Of als jullie gewoon willen dat ik gewoon met standaard textpack ga spelen, vind ik alles goed. Alleen dan verander ik het wel naar Ant Venoms. Dat is dus. Ja. Dus al het gras is echt meer groener. En bomen in het desert zijn echt groen dan. In plaats van die lelijke kleur groen. Wacht, waarom ga ik stoppen hier eens mee? Wow. Zat er echt zoveel kool in. Wow. Zo.
Zo dan. Hebben ze ook wat licht? En even kijken. Doe ik even met dirt. Komt hier nog geen sapling. Daar nog een sapling. En. Nee. 1, 2. En dan doe ik hier een torch op. Dat vind ik wel leuk. Zo. En dan doe ik zo de tree van, denk ik. Als jullie willen dat ik nog wat. Oh, als jullie willen dat ik nog wat aan moet veranderen, zeg dat dan maar. Ik vind hem zo wel nice. Oh. En of het een of andere keer over zei over het huis. Van, dat ik een veel groter huis zou moeten maken. Dat weet ik dus zelf. Als jullie dat niet willen, dan doe ik dat niet. Dat ik gewoon hier blijf wonen. In dat houthuisje. En misschien een keer een grote verbouwing doe of zo. Zeg dat maar in de comments. Want ik denk dat ik nu ga stoppen met opnemen. Het is voor deze episode. Ook gelijk episode 10 opnemen. Vind ik leuk. En ja. Bedankt voor het kijken. Als je hem leuk vindt, geef een like. Als je wat wil zeggen over die ideeën, wat ik allemaal vroeg in de comments. Of ik. Laat het achter in de comments dus. En ja, abonneer als je mijn droom wil worden gehouden naar Let's Plays. Redstone tutorials, animatie tutorials, D3C en er nog meer. En andere dingen wilt zien. En ja, ik ga binnenkort eens een hardcore let's play doen met andere mensen. En misschien komt er volgende week of over 2 weken een gasten let's play. Ja. En ik weet al welke. Dat is God 8 Player for Life. Is een klasgenoot van mij. Maar ja. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Waar ik dus deze tree van even naast af. Waar ik denk ik een tweede verdieping ga maken. En eventjes dat gat erin ga. Waar was het ook weer? Het was daar. Nee. Dit lijkt op een cave. En het is een cave. Dus hier ga ik dus de volgende keer in. Nu eigenlijk. Maar ja. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Diamonds. Ik ga uit van wel. Blijf niet dat. Nou, dat daar.